Ik ben Emma, ik ben 25 en ik ben via de allereerste inhuisdag van Coolblue binnengekomen. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten, maar ik ben heel blij dat ik ben gegaan. Ze doen alles eraan om je een beetje op je gemak te laten voelen. Je zal niemand hier een driedelig pak rond zien lopen. Tijdens de inhuisdag had je heel erg de ruimte om de mensen te spreken die je wilt spreken. Om gewoon informeel een gesprek aan te gaan met een manager. Het was heel tof dat Pieter zelf nog een praatje heeft gegeven. Hij komt binnen, hij geeft iedereen een hand. Wat natuurlijk niemand verwacht, want er zitten daar 50 studenten. Het leukste vond ik de cases, omdat je toch veel meer echt een beeld krijgt van wat zo'n functie nou inhoudt. De functie kan er op papier heel leuk uitzien, maar als je echt degene die in die functie werkt hoort praten en wat meer informatie krijgt over wat je nou echt dagelijks doet, dan krijg je daar een veel beter beeld van. Ik zat aan het begin heel erg te twijfelen tussen online marketeer en assortimentspecialist. En door middel van de case ben ik er toch achter gekomen dat assortimentspecialist beter bij me past. En zonder zijn inhoudsdag kom je zoiets niet te weten. Dan is er nog een Nerfgun battle tussendoor. Dat begon een beetje onwennig, maar op een gegeven moment komt dat toch de oermens hier naar boven en dan ga je ervoor. Ik heb hier dus gelijk gesolliciteerd. Ik heb verder ook nergens anders gesolliciteerd. Het was het gelijke schot in de roos.